kijken naar een nieuwe video. We zijn bij Lidl geweest en in deze video dus weer een boodschappenshopblog. En ik ga jullie laten zien wat we allemaal hebben gekocht. We hebben ook nog wat producten zoals vlees en groenten hebben we nog in de koelkast en in de vriezer. En ik ga jullie laten zien dus wat we allemaal hebben gehad. Allereerst een brood. Wat is dit? Ik zet het eventjes op de grond. Daar heb ik het voor ruimte. Nou, dan hebben we die crackers. We zijn weer lekker aan het wandelen en fietsen geweest. Dus dit is de fietstas waar het allemaal in zit. Dan heb ik hier gebraden gehakt. Ik doe ook even de prijzen in beeld, zodat jullie dus weten wat het gekost had. Heeft. Dan twee keer filet américain uit de verspil me niet bak. Dan hier een ham in blik. Lunchworst. Ook weer een komkommer. Een hele grote. Gebraden gehakt. Nog eentje. Ja, nog eentje. Daar hadden we dus twee van. Dan van deze mini salami worstjes. 5 stuks. Dan de zelfrijzend bakmeel. Was ook weer op. Zit nou in zo'n zak. Zat dat in een doos. In een doosje. Nou, oeps. Dan vanillevla. Dat is deze. En twee keer de magere melk. Nou, dan is deze leeg. Ja, op het briefje na. Boodschappenlijstje. Dan keer ik hem even om. Fietstassen. Zo. En dan deze kant nog. En daar zitten bruine bolletjes in. 10 stuks zitten erin. Ook heb ik hier nog rijstwafels en beschuit. Allebei eentje. En dan vonden we nog iets in de verspil me niet bak. En dat zijn meloenstukjes. Dus dat is die. Dan hebben we nog 2 pakken sinaasappelsap. En mozzarella. Bolletje. Dan willen we ook deze een keer proeven om te kijken hoe deze is. De volle melk. Deze is trouwens goedkoper dan wanneer je zo'n houdbare volle melk koopt. Dus als je dat koopt kun je daar even aan denken. Al is deze die niet houdbaar is natuurlijk wel minder lang houdbaar. Kijken, dan hebben we deze nog. Mayonaisepot. Dan heb ik nog aardappeltjes. Een zak met aardappeltjes. Dan mooi in de vriezer. Nou, zijn we er alweer bijna doorheen. Hier hebben we nog gehakt, vegetarisch gehakt. En jonge kaas. Boterhamworst. En tenslotte, ja, nou is het op, katerspek. Dus, dat is het. En, nou, dit waren dus de boodschappen voor aankomende week. Onder andere, de rest hebben we nog. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als dat zo is, doe even een duimpje omhoog. En vergeet het niet te abonneren, dat is ook altijd gezellig. En ja, het werd veel aangevraagd deze video, dus vandaar deze video en ook leuk om te doen. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Bedankt Marco die aan het filmen was. En tot de volgende keer. Fijn weekend alvast. Doei!